Collage is een heel belangrijk onderdeel van mijn portefeuille kunst en cultuur. Niet alleen omdat er veel geld naartoe gaat, maar omdat het geld natuurlijk goed besteed wordt. En vooral omdat je een structurele leerlijn ziet, die loopt van 4 tot en met 18. Waarin kinderen dus ook naarmate ze opgroeien, voortdurend in contact worden gebracht met diverse vormen van kunst en cultuur. Uiterst belangrijk. U weet, Collage organiseert zelf geen cultuuractiviteiten, maar is een soort bemiddelende factor daarin en stimuleert de scholen van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs, alle onderwijsvormen, stimuleert die scholen om kinderen in een doorlopende leerlijn in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. Ik heb het ook gezien met kinderen die uit een wijk komen waar, nou ja, de bevolking niet als eerste voor de deur van theater staat. Die kinderen die hadden zelf een uitvoering. En daar waren ook die ouders bij natuurlijk. Die waren hartstikke trots met camera's, alles. Ik denk, ja, daar gaat het dus om. Ik ben zeker tevreden. Het is natuurlijk nog wel een missie om al die scholen ook een plan te hebben laten maken voor hoe zij dat voor zich zien, hè? Want dat moeten natuurlijk wel alle scholen doen. Gelukkig hebben wij het geluk in Almere dat er niet zo heel veel onderwijsinstellingen zijn. Er zijn natuurlijk ook gemeenten met allemaal schoolbestuur en dat hebben wij niet. We hebben er weinig, dus de lijnen zijn kort. En het loopt prima, het loopt uitstekend. Het is helemaal niet nodig dat kinderen gaan studeren op kunst en cultuur, maar ze moeten ermee in aanraking komen en ze moeten leren dat het bij het leven hoort, dat het een basisbehoefte is. We hebben in Nederland een discussie waarin ook mensen zeggen van, nou ja, subsidies voor kunst en cultuur, weet je wat je doet, de bibliotheek, maar verder ook niks. Nou, daar ben ik heel erg op tegen, want dan krijg je een chagrijnig land. En dat wil ik helemaal niet. Ik wil dat het heel normaal wordt gevonden dat je naar een toneelstuk gaat, of dat je naar een muziekuitvoering gaat, of dat je daar zelf aan meedoet. Dat je een instrument leert bespelen, of dat je toneel gaat spelen, wat ik mijn hele leven lang al doe. Kijk, dat zijn de dingen die belangrijk zijn en die leer je niet als je daar niet mee in aanraking komt. En als wij dat niet stimuleren, dan komen alleen die kinderen die ouders hebben die het zich kunnen permitteren of die al het niveau hebben van, nou ja, wij zijn dan van kunst en cultuur, die komen ermee in aanraking. Die kunnen hun leven daarmee verrijken en die andere kinderen niet. Dus ik sta hier niet om de happy few te promoten. Ook niet om de happy few uit te sluiten, want scholen zijn bevolkt met kinderen van allerlei pluimages, prima verder. Maar ik sta er wel voor al die kinderen, in de hoop dat ze straks als ze volwassen zijn, daar iets van meegekregen hebben, waardoor zij kunst en cultuur beschouwen als iets heel normaals, want dat is het namelijk. Die bezuinigingen van de afgelopen twee kabinetten, die hebben ook in Almere doorgewerkt. En we hebben dat met name gemerkt toen theatergroep Suburbia, voor ons een van de drie gezelschappen waar we heel trots op zijn en die ook goed werk doen, die dreigde echt helemaal weggesubsidieerd te worden. Dat is gelukkig voorkomen. Minister Bussemaker heeft, er is wel wat geld gekomen onder druk van de Kamer, maar dat is dan voor het lopende jaar. Het jaar dus na de verkiezing moeten we nog maar zien welke partijen een coalitie gaan sluiten en wat dat dan betekent voor de subsidies van kunst en cultuur. Wat is ook zo makkelijk, hè? Kunst en cultuur, sneuvelen, weet je wel. Het is allemaal zo makkelijk. Waar men niet goed over nadenkt, is wat men dan weghoudt. Dat vind ik echt jammer. Ik ben een vertegenwoordiger van een lokale partij. Nou, er zijn bijna geen lokale partijen in Nederland die kunst en cultuur, wat ons betreft naast een aantal andere dingen, zoals wonen en ga zo maar door, als een pijler neerzetten, dat doen wij. En met volle overtuiging.